Gent is opnieuw een festival rijker. 6 Gentse barista's hebben hun krachten gebundeld om samen Gent Koffiefest te organiseren. Een week vol activiteiten, volledig in het teken van koffie. Gent Koffiefest is eigenlijk een hele week waarin we specialty koffies uitlichten in bars die meedoen. En de bedoeling eigenlijk van deze week is om een platform te creëren, een soort community van barista's onder elkaar. Om eigenlijk ook Gent meer op de map van België te zetten van koffiestad. Want heel vaak als je nu aan specialty koffie denkt, is dat Brussel of Antwerpen. En we vinden eigenlijk dat Gent ook een hele mooie stad is. Heel veel mooie koffiebars die eigenlijk specialty koffie aanbieden en dat willen we ook versterken. Een hele week lang organiseren de 17 deelnemende koffiebars tal van activiteiten om zo de Gentse kwaliteitskoffie extra in de spotlight te zetten. Er zijn zaken waar je 1 filterkoffie plus 1 gratis krijgt of die de prijzen reduceren om zo eigenlijk meer de koffie eigenlijk centraal te zetten in hun eigen zaak. En van de week doen we eigenlijk ook workshops. Bijvoorbeeld hier gaan we een cupping doen waar mensen eigenlijk eens kunnen leren hoe dat je eigenlijk koffie proeft, hoe dat eigenlijk als standaard geproefd wordt. Of de workshop waar je leert hoe dat je eigenlijk thuis zelf met een G-Max, met een V60 filterkoffie kan zetten. En we hebben eigenlijk ook elke dag van 9 tot 10 een happy hour gesponsord door Oatly, waar dat mensen eigenlijk een cappuccino een latte gratis krijgen met oatmelk erbij. Het is de eerste keer ooit dat de koffieondernemers in Gent op zo'n manier hun krachten bundelen. Maar als het van hen afhangt, zeker niet de laatste. Ik denk dat het leuk is ook gewoon om allemaal samen met de verschillende koffiebars, met de collega's, om iets samen te doen. En het is ook natuurlijk een manier om koffie in de spotlight te zetten. Ja, dat is altijd plezant. Het zou sowieso de bedoeling zijn dat het het start is van vele jaren. Ook altijd de week voor de Gentse feesten, omdat het dan makkelijk te onthouden is. En volgend jaar gaan we ook een VZW opstarten, gaan we met sponsorships beginnen. Dit jaar is eigenlijk gewoon om de naam al uit te brengen, dat mensen al een beetje weten wat het inhoudt. En volgend jaar bereiden we het natuurlijk meer uit.